Hoi, hier het filmpje met de uitleg van de examenvragen van 2024 tijdvak 1. Als je het examen hebt gedaan, dan zitten die vragen natuurlijk nog lekker in je hoofd. Bekijk je dit later, bekijk het filmpje pas als je het zelf geoefend hebt. Ik ga de antwoorden even langs. Ik zal ook even uitleggen of de vragen wat makkelijk of moeilijk waren. Op het eind ga ik nog even het vergelijken met de verwachting. In het algemeen denk ik dat het een best oké examen is. Redelijk veel onderwerpen kwamen wel terug. Niet allemaal, wat weinig rekenen, wat veel reactievergelijkingen. De eiwitten die misten wel een beetje. Maar al met al denk ik wel redelijk qua onderwerpen. De vraagstellingen, de teksten waren wel wat lang. Een paar keer wat ongebruikelijke vraagstelling. Ik kan me voorstellen dat je dat wat lastiger vond. Vraag 1. Dat is een simpel leervraagje uit de derde klas. De naam van een scheidsmethode die we kunnen gebruiken om cellulose vezels, die slecht oplossen in water, wat staat er, van water te scheiden. Nou, die methode heet filtreren. En dan heb je ooit moeten leren dat het verschil in stofeigenschappen een verschil in deeltjesgrootte is. Grote deeltjes gaan wel door de gaatjes in het filter en kleine deeltjes niet. De waterbrug komt altijd terug, deze keer al bij vraag 2. Een redelijk ingewikkelde stof, een koolhydraat. Maar het enige wat we moeten doen is waterstofbruggen tekenen, namelijk 2 met stippenlijnen tussen 2 van deze dingen, 2 cellulose moleculen. Kan op meerdere manieren, een voorbeeld is dit, een H aan een O, deze hier gaat naar deze O toe. Dus dit is een voorbeeld van een juiste waterstofbrug. We moesten er 2 tekenen, dus nog maar eentje hier. Deze H zit ook aan een O, die kan naar die O, dus ook dit is een voorbeeld van een juiste waterstofbrug. En dan hebben we de 2 puntjes bij vraag 2 hiermee binnen. Vraag 3 is een stuk lastiger en ook wat ongebruikelijker. Er staan hier 2 reacties, die moeten we optellen. In de juiste verhouding staat erbij. En daarna moeten we gaan laten zien dat er maar 2 stoffen ontstaan, ethanol en water, en de reactie vereenvoudigen. Dus dat niet hetzelfde aan beide kanten staat natuurlijk, maar ook dat je niet bijvoorbeeld alle coëfficiënten, de getallen hier, die ervoor staan, zoals die 2, bijvoorbeeld door 2 of 3 kan delen. Goed, eerst moeten we eens even kijken hoe we die, in welke verhouding, die 2 reacties we ze moeten optellen. Wat staat hier? Alle CO2 die bij de eerste reactie ontstaat, die gaat bij de tweede weer weg. En als ik het dan juist wil optellen, betekent dat ik de onderste reactie keer 2 moet doen. Dus de 2, de 6, dit wordt dan een 2 en daar een 6, heb ik hier dan opgeschreven. Eigenlijk het verdubbelen van die reactie die daar staat. Een beetje dezelfde techniek die je gebruikt bij het optellen van halfreacties. Dan ga ik het optellen. Alles wat hier links staat, zet ik daar links. En alles wat daar rechts staat, zet ik daar rechts. Dus nu heb ik hem opgeteld in de juiste verhouding, maar nog niet helemaal vereenvoudigd. Ik moet laten zien dat er alleen maar ethanol en water ontstaat. Nou, er staat ook nog CO2. Maar die CO2 kan ik wegstrepen, want ik heb 4 CO2 na de pijl en 4 CO2 voor de pijl. Evenveel, dus die gaat weg. Dus nu heb ik een reactie waarbij de CO2 verdwenen is en ik moest aantonen alleen ethanol en water na de pijl. Ik moet nog wel vereenvoudigen. En ik zie hier 6 water na de pijl en 3 ervoor. Dus ik moet 3 water gaan wegstrepen. Dan valt die links weg en rechts blijven er van de 6 nog 3 over. Dus dat is dan deze vergelijking. Nou, nu zijn we klaar zou je denken, maar ik moet de coëfficiënten nog even vereenvoudigen. Namelijk, ik kan alle getallen die hier staan door 3 delen. En als ik dat doe, kom ik op deze vergelijking uit. Check op het eind nog even of die wel klopt. Aan beide kanten 2 C's, 2 O's en 8 H's. Dus nou, dit klopt. En hiermee hebben we de punten voor vraag 3 dan ook binnen. Vraag 4 moeten we de atoomeconomie berekenen van deze reactie. En dan gaat het om het maken van ethanol, C2H6O. Eerst even de formule opzoeken. Hier staat hij. Uit Binance 37H of Science Data is deze formule gewoon over te nemen. En dan moeten we hem gewoon gaan invullen. Nou, het product is ethanol. Dus ik doe de massa van 6, omdat er een 6 hiervoor staat, keer de massa van ethanol. Die kun je in Binance 98 vinden. En daar komt dit dan uit.
Ik heb er geen eenheid achter gezet, maar ik zou u of gram per mol erachter kunnen zetten. Is niet nodig bij deze vraag. Beginstoffen, iets meer rekenwerk. Ik moet eerst van deze grote stof de massa uitrekenen. 18 keer de massa van C plus 32 keer die van H en 16 ootjes. Nou, dat tel ik allemaal op en dan krijg ik de massa van de ene beginstof. Is nog niet de totale massa van de beginstoffen. Daarvoor moet ik even twee keer de massa van water erbij optellen. Dit 540,47 is dus M beginstoffen. Nou, dat ga ik dan gewoon invullen. Keer 100% doen, dat staat er. En dan komt er 51,14% uit. Significantie werd niet gevraagd, dus 51,1 of 51 zijn natuurlijk ook helemaal goed als antwoorden. Ik hoorde van een leerling die zei, dat is een beetje verwarrend deze vraag, want er stond dat de atoomrekening niet zo groot is en ik vind 51 best groot. Ja, dat is inderdaad, 51 is natuurlijk niet fantastisch, hè? De reactie lukt maar net iets meer dan de helft als alles goed gaat. Maar laat je door dat soort dingen niet in de war brengen. Misschien werd je een klein beetje op het verkeerde been gezet, omdat je denkt, het is bij niet zo groot dat het dan maar 1% is of zo. Maar goed, 51%, daar kom je denk ik wel uit uiteindelijk. Gaan we naar vraag 5, een uitgangspunt van een groene chemie. Nou, het lijkt iemand op Joyce's vraag, want daar is maar één punt en ik moet uit deze vier kiezen. Maar ik moet het wel gaan toelichten. Nou, die uitgangspunten die staan in deze Binance Science Data tabellen. Nou, je kunt hier meerdere antwoorden geven. Kijk gewoon even naar de eerste die genoemd wordt, 6, dat is energie-efficiënt ontwerpen. Dan ga ik kijken in de tekst, wat zie ik daarvoor hint staan. Nou, proces A vindt plaats bij 700 graden, staat aan het begin van de opgave. Proces B, daar heb je die gisten voor nodig, dat vindt plaats bij 30 graden. Nou, een veel lagere temperatuur, dus het kost minder energie. Dus vandaar dat dit in het voordeel is van proces B. Hier staan nog een aantal andere mogelijke goede antwoorden, geknipt en plakt uit het correctiemodel. Je kan bijvoorbeeld zeggen, bij die gisten hebben we enzymen, dus uitgangspunt 9, katalyse. Is een prima ander goed antwoord en hier zien we nog wat andere opties staan. Het ongewenste effect van methaan, het is hetzelfde als CO2, dat heb je denk ik ontzettend vaak geleerd. Dat is het versterkte broeikaseffect. Oftewel het stijgen van de temperatuur op aarde, dat zou je eventueel ook als antwoord mogen geven. Dan een vraag van een hydrolyse. Ook een klassieker komt vaak terug. Het molecuul ziet er ingewikkeld uit, maar het is voor een heel groot deel overtekenen zoiets. Nou, er moet één disaccharide molecuul af. Nou, hydrolyse betekent reactie met water, dus ik zet water voor de pijl in de structuurformule. Maar had je je H2O staan, dus een molecuulformule, als je dan kijkt in het correctiemodel, dan mag je gewoon alle punten krijgen. Dus daar word je niet voor afgestraft. Een disaccharide molecuul bestaat uit twee ringen. Dat betekent dat dit stukje eraf gaat. Nou, hier dat kringeltje dat blijft, er gaan twee ringen tegelijk af. Dus niet eentje, wat je misschien zou verwachten, maar twee, omdat er staat disaccharide molecuul. Nou, dan teken ik die helemaal over. En hier, waar die splitsing plaatsvindt, ik mag dat streepje ook links van die O zetten, dat maakt niet uit. Maar dan moet van het water nog OA hier aan vast komen te zitten. Want dat disaccharide, dat heeft links en rechts een OH-groep. Kijk naar de andere kant. Nou, dat haartje van water, dat komt dan aan deze O te zitten. En dan krijg ik hier de rest. Teken hem gewoon over, dus dat kringeltje wat daar staat, dat teken je ook gewoon over. En al die streepjes en kringeltjes hoeven natuurlijk niet. Dus wat hier staat is het goede antwoord op deze opgave. Dan gaan we naar vraag 8. Een reactievergelijking in molecuulformules deze keren. Net als de structuurformules. Een klein beetje puzzelen met de gegevens die hier staan. Moet ik eerst natuurlijk de formules van stoffen weten. Glucose is in Binance 66B te vinden. Azijnzuur. Dat is een triviale naam. En in Binance 66a staat dat ethaanzuur de systematische naam is. Nou, dit is ethaanzuur, twee C's met een zuurgroep. En dan heb ik nog drie haakjes aan de linker C hier. Dus dat wordt C2H4O2. Je mag ook noteren CH3COH. Maar ik kies even voor deze, dat is iets overzichtelijker voor het kloppend maken van de vergelijking. Nou, dan ga ik gewoon kijken wat staat er. Glucose en water, dus die zit ik voor de pijl. Worden azijnzuur, koolstofdioxide en waterstof. Die komen hier met z'n drieën na de pijl. En vergeet niet dat waterstof een tweeling is.
Nu moet ik hem even gaan kloppend maken. Er is een hint gegeven, per glucose 2 moleculen azijnzuur, dus hier moet een 2 voor. Dat is eigenlijk al gegeven door die zin in de opgave. Nou, dan klopt de C nog niet. Dan ga ik eerst het koolstof kloppend maken. Als ik een 2 voor CO2 zet, heb ik aan beide kanten 6 C-atomen, dus klopt de C. Dan ga ik naar zuurstof kijken. Als ik een 2 voor H2O zet, heb ik aan beide kanten hetzelfde aantal O'tjes, namelijk 8. Hier waren 4 O'tjes in de 2 azijnzuren, 4 O'tjes in de 2 CO2'tjes. De 2 voor die H2O klopt ook de O. Ik waar H als laatste, want dat kan ik makkelijk doen omdat daar H2 staat. Nou, even tellen hoeveel daarvoor nodig zijn. Dat zijn er 4. Ja, want ik heb aan de linkerkant 16 haatjes. Met 4H2 heb ik aan de rechterkant ook 16 haatjes in totaal. En dan kloppen de vergelijking nu in beeld. Vraag 9 is denk ik best een mooie rekenvraag. En weer een keer rekenen met gassen. Als je de examentraining hebt gedaan en een stories hebt gezien, dan heb je een voorbeeld zien dat hier wel een beetje van weg had. Hetzelfde idee. We hebben een reactie en we moeten gaan rekenen aan reacties. En ook nog antwoord gegeven in het juiste aantal significante cijfers. Eerst even de aanpak. We weten een hoeveelheid waterstof, 165 gram. Dat kunnen we natuurlijk omrekenen naar mol, dat is de eerste puntjescore. We moeten iets weten van methaan. En dan hebben we de molverhouding tussen methaan, CH4 en waterstof nodig. Die staat gewoon bovenaan in de reactievergelijking. 4 waterstof op 1 methaan. Dan ga ik daarmee het aantal mol methaan berekenen met die molverhouding. Dat is de tweede stap. De derde stap is het omrekenen naar liter. Daarvoor is het laatste streepje uit de vraag nodig. 25 liter is het volume van 1 mol methaan. Daar heb ik 3 dingen gedaan. Het is 4 punten. Het vierde punt is voor de significantie. Want het staat dik gedrukt. Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers. Nou, deze 4 streepjes gaan we 1 voor 1 even doen. Het aantal mol waterstof bereken ik door 165 gram te delen door de molaire massa, 2,016 gram per mol. En dan kom ik op 81,85 mol uit. Kijk je nou het correctiemodel, dan staat er een iets andere waarde. Dat komt omdat ze daar de waarde uit Science Data van 2,02 hebben gebruikt in plaats van 2,016. Maar of je nou hier 81,85 of 81,7 hebt, het wordt gewoon beide goed gerekend bij het examen. En dan weet ik de hoeveelheid waterstof in mol, maar ik moet naar methaan. Dus ik ga de molverhouding van 4 op 1 toepassen. Oftewel, ik deel het aantal mol waterstof door 4. En dan kom ik op het aantal mol methaan uit. 20,5. Het laststukje van deze vraag is om dan van mol naar liter te gaan. Dit gegeven hier in de vraag moeten we gebruiken. Dus geen dichtheid opzoeken. He, want die geldt alleen bij een bepaalde temperatuur. Dat staat hier helemaal niet bij welke temperatuur je hebt. Bovendien, als zo'n gegeven in de vraag staat, moet je het gebruiken. Nou, hoe noemen we dat? 25 liter per mol. Nou, het aantal mol keer het aantal liter per mol geeft het aantal liter aan. Voor de liefhebbers van verhouding te bellen, daarmee kan het ook. 1 mol komt overeen met 25 liter. 20,5 mol komt dan met 20,5 keer 25 gedeeld door 1. En dan komt ook 512 liter uit. Nog wel even het laatste puntje binnenhalen. De significantie. Kijk je naar de vraag, dan staat hier die 25 en 1,0. Dat bepaalt dat ik in 2 significante cijfers antwoord moet geven. En daar moet ik het gaan afronden op 5,1 maal 10 tot de tweede liter methaan. Waarom kan 3NOP de werking van een enzym blokkeren? Nou, er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Je zou kunnen zeggen dat dat 3NOP kan binden aan de actieve site van dat enzym. Wat is dan het gevolg? Dat het substraat, de stof die normaal bindt aan dat enzym, er niet meer zo goed aan kan binden en dat daarom het enzym minder goed werkt. Je kent een enzym misschien wel als een sleutel-slotprincipe. Nou, stel dat ik kauwgom in een sleutelgat doe, dan kan de sleutel niet meer erin. Dus dan werkt het geheel niet meer. Dus dit is een manier om te zeggen dat 3NOP het enzym minder goed laat werken. Komen bij vraag 11. Lekker makkelijk scoren denk ik. Propaan 1,3-diol tekenen. Propaan heeft 3 C-atomen. 2 OH-groepen. Eentje aan de eerste C en eentje aan de derde C. Dan moeten we nog even afmaken.
door nog wat haakjes eromheen te tekenen. En dan hebben we hier de juiste structuurformule staan. 12 gaat over extruderen. Ook in het examen van 2023 zat dat. Gelukkig staat hier nog een hint bij voor de mensen die het vergeten waren. Je moet het kunnen smelten. En bij polymeren aan smelten, hopelijk denk je dan meteen aan het woord thermoplast. Nou, het is een thermoplast, dus je kunt het smelten en daarom ook verwerken door extruderen. Schrijf dat even op. Maar we moeten het ook nog uitleggen aan de hand van die structuurformule die hier staat. Nou, je kunt zeggen, het is een ketenpolymeer. Er zijn geen dwarsverbindingen of crosslinks tussen de ketens. En daarin kan ik zien dat dit een thermoplast is. Vraag 13, ik denk een mooie standaardvraag. We moeten gaan uitleggen waarom de stof PE geen water kan binden. We moeten de structuurformule hiernaast gegeven erbij gebruiken. Nou, om water te kunnen binden moet het waterstofbruggen kunnen vormen. Dat kan het niet, dus we gaan opschrijven. PE-moleculen bevatten geen OH-groepen en ook geen NH-groepen. Gevolg is dat de PE-moleculen geen waterstofbruggen kunnen vormen met watermoleculen. En dan kunnen we concluderen dat PE geen water kan binden. Dat was niet zo'n moeilijke vraag. Vraag 14 is denk ik de moeilijkste vraag van dit examen. Heel veel informatie, vreemde eenheden en eigenlijk, het heeft wel met scheikunde te maken, maar het is eigenlijk een rekenvaardigheidsvraag. Maar goed, we gaan er gewoon eventjes langs. Het eerste puntje is wel vrij eenvoudig binnen te halen. Gelukkig hebben de examenmakers je namelijk wel de richting gegeven waar je heen moet. Namelijk, je moet eerst gaan uitrekenen hoeveel zuurstof er in die 30,4 kubieke centimeter aanwezig is. Nou, 20,9 volumeprocent, 20,9 honderdste deel. Dus ik deel door 100 keer 13,4, dan heb ik 2,80 kubieke centimeter zuurstof. Dat is aanwezig. En het eerste stapje dat we moeten zetten. Nou, dan staat er ook nog dat we iets moeten gaan aflezen in drie significante cijfers. In deze grafiek hier. En er staat 1,40 gram water per vierkante meter. Dus we gaan gewoon bij die 1,40 een lijntje zetten. En dan hier dit zo nauwkeurig mogelijk aflezen. Je mag er een heel klein beetje naast zitten. Maar er moet al 0,0238 uitkomen. Drie significante cijfers, die eerste twee nullen tellen daar niet voor mee. Je mag een kleine foutenmarge maken. En ik kan me voorstellen dat dit zonder goede bril best lastig is om op te lossen. Maar goed. Dit is in ieder geval wat er uitkomt. Wat houdt het nou in? Het is het aantal kubieke centimeter zuurstof per vierkante centimeter van de verpakking. En daar moeten we het volgende mee doen. Ik zeg wel eens, scan de tekst op getallen bij rekenvragen. Nou, deze getallen hebben we nog. Er zijn twee stukjes die allebei 6,5 bij 7,75 centimeter zijn. Dus als ik dat keer elkaar doe, twee zakjes keer de lengte keer de breedte, kom ik op 100,75 vierkante centimeter verpakking uit. Nou, ik weet hier hoeveel kubieke centimeter zuurstof per vierkante centimeter verpakking er is. En daar kan ik mee gaan rekenen. Dan doe ik het keer elkaar. Het aantal kubieke centimeter per vierkante centimeter keer het aantal vierkante centimeter. Nou, dat is best lastig, maar er komt in ieder geval 2,4 uit. 2,4 kubieke centimeter kan deze verpakking wegvangen. Moeten we nog even antwoord geven op de vraag. Er is 2,80... kubieke centimeter zuurstof. Er kan 2,4 kubieke centimeter weggevangen worden. Dat is minder. Dus niet alle zuurstof kan door de verpakking worden weggevangen. Dat is de conclusie en het antwoord op deze echt lastige rekenvraag. Vraag 15 is gelukkig wat minder moeilijk. We moeten bindingen noemen tussen PET en aluminiumdeeltjes. Dus PET-deeltjes onderling en aluminiumdeeltjes onderling. En we moeten gaan uitleggen waarom bij de ene PET zuurstof er wel doorheen kan en bij aluminium niet. Nou, eerst maar eens die binding. Bij PET gaat het om de Van der Waals binding en die mag je ook wel molecuulbinding noemen. Dat is de binding tussen de moleculen. Binnen de moleculen van PET zijn ook atoombindingen aanwezig. Maar het blijft PET, dus als zuurstof er doorheen moet gaan, dan moet dat tussen die moleculen van dat PET door kunnen gaan. Dus het gaat hier niet om die atoombinding, maar om de molecuulbinding en Van der Waals binding, twee namen voor hetzelfde. Aluminium is metaal, dus maar één antwoord mogelijk, de metaalbinding. Dan de uitleg. Nou, hier staat een tekeningetje, dat hoef je niet te geven hoor, maar van een metaalbinding. En je ziet, daar kan geen zuurstof doorheen. Dus er is geen ruimte voor zuurstofmoleculen om hier doorheen te gaan. Die ruimte is er wel tussen de PET-moleculen.
Een ander antwoord is, zoals dat in het examen van 2023, dat je zegt zuurstof kan reageren met aluminium en dan krijg je een ondoordringbaar aluminiumoxidelaagje en daarom kan zuurstof er niet doorheen. Dat is ook een prima antwoord op deze vraag. Dan moeten we gaan uitleggen bij de volgende vraag waarom dit niet tot nieuwe verpakkingen van hetzelfde materiaal verwerkt kan worden. Nou, één puntje, we moeten even een beetje zoeken in de tekst wat er gebeurt. Nou, wat zien we? Er is een laagje B en daar zit ijzer in. En dat ijzer reageert met dat zuurstof en dan vangt het zuurstof weg tot Fe2O3. Dus het ijzer is eigenlijk omgezet in Fe2O3. Dan heb je dus geen Fe meer, geen ijzerpoeder meer. En daarom kan het dan niet verwerkt worden tot een nieuwe verpakking. Je moet even goed lezen bij deze vraag. Het is een beetje een ongebruikte vraag, het is ook maar één puntje, maar een beetje goed op zoek gaan in de tekst naar het antwoord. Dan kom je er wel uit en anders dan verlies je maar één puntje bij deze vraag. Gaan we naar vraag 17, een mooie reactievergelijking. Dat is denk ik wel weer een lekkere standaardvraag. Nou, er is gegeven wat er reageert. LiPF6 met water, die moeten voor de pijl. Wat moet er na de pijl? Lithiumfluoride. Dat is gewoon LiF. Lithium is 1+. Fluoride is 1-, dus ik heb gewoon van allebei 1 ion. De andere twee formules zijn gegeven, HF en POF3. Nou, dit moet ik kloppend maken. Nou, even een beetje gaan puzzelen aan de lithium, dat klopt wel, dat fosfor klopt wel. Ik heb hier 6 F's, hier staat er 1, 2 en 3, 5, dus ik moet nog ergens een extra F hebben. En ik mis nog een H'tje rechts, want hier staat H2. Op te lossen door een 2 voor de HF en hier hebben we de kloppende vergelijking. Deze vraag moeten we uitleggen waarom iets wel kan ontladen in een oplossing van natriumchloride en niet in zuiver water. Nou, dat heeft te maken met stroomgeleiding. Zuiver water is een moleculaire stof en geleidt geen stroom. Nou, dat is de clue, maar we moeten het antwoord nog even goed opschrijven. Nou, dan schrijf ik eerst op, hè. Er is gesloten stroomkring nodig voor ontladen. Dat betekent dus dat je stroomgeleiding moet hebben. In een oplossing van natriumchloride komen ionen voor die vrij kunnen bewegen. En je kunt de namen van de ionen Na+ en Cl-, dat zijn eigenlijk formules, hè. Natriumionen en chloridionen zijn natuurlijk de namen, kun je er ook bij noemen. We moeten wel het soort deeltjes in onze uitleg verwerken. Ja, dus zonder de ionen kun je niet de punten allemaal halen. Nou, zuiver water bevat geen vrije ionen. Een vrij ion betekent dat het vrij kan bewegen. En dan de conclusie. In zuiver water kan het niet ontladen en in oplossing van natriumchloride kan het wel ontladen. Vraag 20. Een hele hoop tekst en een lastig plaatje om eigenlijk iets vrij simpels te vragen. Namelijk wat de fase van de stoffen in zone 2 is. Nou, dan moeten we eerst gaan opzoeken in Binus of Science Data wat de temperatuur is van het smeltpunt en het kookpunt van aluminium. Dus gewoon even opzoeken deze twee getalletjes. Ze vragen hier ook naar de temperatuur in graden Celsius, want hier staan graden Celsius. Dus dan moeten we even omrekenen. Terugdenken aan de tweede klas. Het aantal Kelvin min 273 is het aantal graden Celsius. Want 0 graden Celsius is 273 Kelvin. Dus die 273 haal ik van die twee getallen af. Dan heb ik hier staan wat de temperatuur van het smelt- en kookpunt is. Nou, wat is dan de fase? Dat is de laatste vraag. Dus de vloeibare fase, waar als iets tussen het smelt- en kookpunt in is, is het vloeibaar. Denk aan water. Tussen de 0 graden en de 100 graden, het smelt- en kookpunt, is water een vloeistof. Nou, dat geldt hier dus ook voor aluminium, omdat de temperatuur tussen het smeltpunt en kookpunt in ligt. Vraag 21 combineert het rekenen met reactiewarmte, een vrij eenvoudige vorm die wat minder vaak gebruikt wordt, zelfs een invulpapier op de bijlage. En het combineert het met het energiediagram. Nou, het gaat hier om de reactie die hier staat, reactie 1. En we zien voor de pijl twee elementen, die hebben een vormingswarmte van 0. En dan gaat het dus eigenlijk alleen maar om de vormingswarmte van deze stof, Al2O3. Nou, ze verwijzen naar de Binus en Science Data tabellen waar je het getal kunt vinden. In het correctiemodel staat min 16,8, dat komt uit Science Data, min 16,76 uit Binus. De vraag is per 4 Al... Nou, per 4 Al krijg ik 2 keer Al2O3. Dus ik moet het getal keer 2 doen. Dus dit is dan de energie, min 33,52 of min 33,6 maal 10 tot de 5 de joule.
Nou, dan gaan we naar het energiediagram. We moeten het ontbrekende niveau tekenen en dat ligt onder de beginstoffen. Het is een exotherme reactie te zien aan het minteken, dus dan ligt hij eronder. En hier staan de formules erbij, dus ik zet hier ook bij 2 keer Al2O3. Zijn we er bijna? Het laatste is dat we de delta E nog even de juiste plek moeten zetten. De delta E, de reactiewarmte, is het verschil tussen de beginstoffen en reactieproducten. Ja, dat zeg ik in het algemeen, er is natuurlijk nu maar één reactieproduct. Maar het gaat er even om dat je laat zien dat het van hier, het energieniveau van beginstoffen, naar hier, deze hoogte, het energieniveau van Al2O3 gaat. Vraag 22, gewoon een leervraagje. Het verschil in stofeigenschappen waarop de scheidingsmethode bezinken berust. Als goed heb je geleerd dat dat de dichtheid is. De stof met de grootste dichtheid komt onder en de stof met de kleinste dichtheid komt boven. Bij vraag 23 moeten we een reactievergelijking gaan opstellen. En dat is wel een beetje een lastige, want we moeten hier zoutzuur laten reageren met kobalt. Er ontstaat waterstofgas en een oplossing van kobalt 2+ en Cl-ionen. Het flauwe, gemene aan deze vraag is dat de Cl-ionen tribune-ionen zijn. Maar daar kom ik zo nog even op. Eerst even opschrijven wat nou de beginstoffen zijn. Nou, zoutzuur is H+ plus Cl-. En de fase AQ hoeft er niet bij, want er wordt niet naar gevraagd. En kobalt is gewoon CO. De stof kobalt heeft geen lading, het zijn geen ionen, dus het is gewoon CO. Wat hebben we na de pijl? Waterstofgas. Waterstof is H2, een van de 7 tweelingen. En, daar staat er nog bij, kobalt 2+ en Cl-. Dus dit zijn eigenlijk de deeltjes die we voor en na de pijl hebben. Maar wat mij opvalt is dat er één deeltje, namelijk Cl-, aan beide kanten van de pijl staat. Dus die moet ik wegstrepen. We hebben nooit exact dezelfde formule aan beide kanten van het pijltje. Dus die gaat weg. En nu moet ik hem nog even kloppend maken. Nou, ik zie hier links maar 1H en rechts 2. Dus dat ligt voor de hand. Ik zet een 2 voor de H+. Nou klopt de lading ook met 2, want ik heb aan beide kanten van de pijl nu totaal 2+ als lading. Gaan we naar het blokschema. Veel leerlingen waren van tevoren bang van, oh help, een blokschema. Is dat niet heel moeilijk? Het is wel heel veel leeswerk, maar als je het gewoon stap voor stap doet, valt het wel mee. Er stond boven de vraag trouwens nog het woord batchproces. Daar hoef je verder helemaal niet zo van aan te trekken, behalve dan dat recirculeren en zo er allemaal niet bij heeft, maar er werd ook niet naar gevraagd. Dus we gaan gewoon deze tekst hier omzetten in het schemaatje wat hier half op de bijlage stond. En dan moeten we deze 4 nummers gebruiken. Nou, wat staat er als eerste? Dat er naast pp ook water, stofstroom 4, naar de reactor gaat. Dus daar schrijf ik een 4 bij. Nou, wat komt eruit? De ontstane gassen. Ja, het wordt afgekoeld, er komt een gas vrij of gassun vrij. Stofstroom 1, uitgaande pijl, mag je naar boven tekenen. Eventueel ook naar beneden, uit de reactor. Wat doet de rest? De andere stoffen, olie, water en de vaste stof, nummer 2, 3 en 4, gaan alle drie verder. Nou, waar gaan die naartoe? Die gaan naar een scheidingsruimte S1. Daar vindt filtratie plaats en dat betekent dat de vaste stof wordt afgescheiden. Dus ik ga nummer 3, de vaste stof, met het pijltje eruit laten. Nou, 2 en 4 moeten dan uit S1 komen en wat gebeurt ermee? Die worden in een andere scheidingsruimte S2 verder gescheiden. Dus 2 en 4 gaan als één stofstroom naar S2 en komen als twee aparte stofstromen uit S2. Dan hebben we hier het complete blokschema staan. Vraag 25 dan is best wel een ongebruikelijke vraag. Iets dergelijks hebben we nog niet eerder gezien. Een kwestie van nou een beetje goed lezen en kijken van wat bedoelen ze er nou mee. Er ontstaat hier een vaste stof, hè? PP, polypropeen, nou in S1, dat hadden we net kunnen zien. En nu zeggen ze, zou dat misschien gebruikt kunnen worden om de olieopbrengst te vergroten? Nou, dat zou je kunnen testen door een handeling te doen. Nou, dat is het eerste deelstreepje, het eerste punt. En daarna te zeggen, nou, wat is nou het resultaat waar je concluderen dat die vaste stof gebruikt kan worden om meer olie te krijgen, oftewel de olieopbrengst te vergroten.
Even nog het blokschema, even zonder al die mooie kleurtjes erbij en de legende erbij. En dan kunnen we even wat makkelijker zien misschien wat er gebeurt. De vaststof 3 die komt uit S1. Nou, als die opbrengst vergroot, dan moet ik die eigenlijk weer hier naartoe naar reactor 2 leiden. En dat is de handeling. De vaste stof die bij S1 ontstaat, terugleiden, overbrengen, je kunt het op meerdere manieren zeggen, naar de reactor. Nou, wat is dan de waarneming, of wat zouden we nou kunnen zien? Als er meer olie ontstaat, en nummer 2, ja, dat zie je niet direct, maar dat gaat dan via S1 naar S2 en komt daar dan weer uit. Dus dan zie je dat er opnieuw olie ontstaat. Nou, die moet dan ontstaan zijn uit die vaste stof die die opbrengst heeft kunnen vergroten. Dus dat is eigenlijk wat je bij het tweede streepje moet opschrijven. Meer olie ontstaat er en die vind je dus hier. Goed, gaan we naar vraag 26. Een zeer ongebruikelijke manier om het vrij simpele botsende deeltjesmodel te toetsen. Er staan hier twee diagrammetjes, A en B. En het verschil is qua omstandigheden dat bij B de temperatuur wat groter is. Nou, wat kunnen we zien? Dat bij B de opbrengst na 4 uur op het eind ook groter is. Er is meer van de beginstof omgezet. Dus de opbrengst van deze stof is groter. Nou, dat gaan we even opschrijven. Als die opbrengst groter is na 4 uur, dan moet de reactie ook sneller zijn bij B. Nou, dat is wat te verklaren met het botsende deeltjesmodel. Want bij B is de temperatuur hoger. Dat betekent dat de deeltjes, de moleculen, sneller bewegen. Een gevolg daarvan is dat er bij die hoge temperatuur meer effectieve botsingen per seconde zijn. En een gevolg daarvan is weer dat de reactiesnelheid bij B dus groter is. Bij 27 komt het volgende diagrammetje met weer dezelfde legende erbij. 450 graden, dus iets hogere temperatuur. Een andere vraag, namelijk als je het langer laat reageren bij lange reactietijd, dan wordt een deel van de gevormde olie dat gaat ontleden. Nou, dat moeten we uitleggen aan de hand van een diagram. Dan gaan we kijken wat gebeurt er eigenlijk bij 1 uur. Nou, wat zien we daar? Dat de hoeveelheid olie begint af te nemen en tegelijkertijd gaat die hoeveelheid gas verder toenemen. Nou, als die hoeveelheid olie minder wordt, dan moet die olie dus in iets anders worden omgezet. Dat betekent hier dat het olie wordt ontleed tot, in dit geval, de gassen. Nou, dit is een best wel lastig puzzelvraagje hoor. Als je zo het antwoord hoort, denk je misschien het is logisch, maar dat geldt eigenlijk een beetje voor deze hele grote opgave, best een lastige context, veel wat ongebruikelijk gestelde vragen. Dus ik kan me voorstellen dat je dit een pittige serie vraagjes vond. Gelukkig komt op het eind dan, vraag 28, wat weer geen moeilijke vraag is, denk ik. Er ontstaat hexaan, dat kan je ontleden tot etheen en ethaan. En daar moeten we de reactievergelijking van geven. Nou, bij ontleden heb ik altijd één stof voor de pijl en meer stoffen na de pijl. En de namen van die stoffen zijn gewoon al gegeven. Daar moet ik even formules van maken. Hexaan is een alkaan, C6H14. En die 14 kun je eventueel 2 keer 6 plus 2 berekenen. Je tekent hem uit, misschien weet je hem uit je hoofd. Bij etheen heb ik C2H4 en bij ethaan C2H6. Nou, hier is de dubbele binding in. Dat zien we niet in de molecuulformule zoals die hier staat. Maar dat betekent wel dat er twee haakjes minder zijn als je hem vergelijkt met ethaan. Dus we hebben nu de juiste stoffen en dit zijn al 2 van de 3 punten. Het derde punt is het kloppend maken. Nou, als ik hier een 2 voor zet, dan klopt die mooi. 6 C'tjes en 14 H'tjes aan beide kanten van het pijltje hebben we makkelijk 3 puntjes gehaald. De laatste grote opgave begint ook met een klassieker. Hoeveel protonen en elektronen er in S4 2- zijn. En de 4 slaat op het aantal S-deeltjes en de 2- is natuurlijk de lading. Dan gaan we kijken, het atoomnummer van zwavel, dat is 16. Dat betekent dat er in 1 S 16 protonen zijn. We hebben 4
S'jes. Dus dan moet ik keer 4. 4 keer 16 is 64. Dat is het aantal protonen. De lading is 2 min. Dus in totaal zijn er 2 elektronen meer. Dus ik ga die 2 bij 64 optellen. En dat geeft dus 66. En dat is het aantal elektronen. Dan een rekenvraag met pH. En dan moeten we eerst de pOH doen. In 2023 zat er een negatieve pH. Er waren mensen heel erg in de war. En examenmakers dachten, dit jaar geven leerlingen een voordeeltje. We doen eigenlijk weer zoiets. Alleen dan met een negatieve pOH. Ietsjes moeilijker misschien. Maar hier hoeft de significantie niet goed. Dat moest vorig jaar dan weer wel. Nou, natronloog. Je weet het misschien wel uit je hoofd. Soniet, binas 66a, Na+, plus OH-. En dat betekent dat als ik 3,0 molair natriumhydroxide oplossing heb, dat ook de concentratie OH-, tussen vierkante haakjes hier, 3,0 molair is. Nou, dan kan ik de pOH berekenen. We hebben OH-, dus de pH komt straks, eerst de pOH. Nou, dat is de minlog van die 3,0. Dat geeft min 0,48. Dus een negatieve pOH. De pH en de pOH zijn samen 14. Dus ik kan de pH berekenen door 14 min de pOH te doen. Dus min 0,48. Dan kom ik op 14,48 uit. Als er wel een significantie had gevraagd, dan moest het per se zo. En met twee decimalen, want bij pH en pOH tellen alleen de cijfers na de komma als decimalen, werd hier niet gevraagd. Dus als je het bijvoorbeeld op 14,5 afrondt, wordt het wel gewoon goed gerekend. Vraag 31 dan. Hier staan twee halfreacties. Nou, die vinden plaats bij het opladen. En we moeten de totale reactie gaan noteren. Dus eigenlijk gewoon deze twee halfreacties op de juiste manier bij elkaar optellen. Even opletten. Er staan hier 4 elektronen rechts. En hier links maar 2. Dus als ik ze ga optellen, moet eerst die onderste even keer 2. Dat heb ik hier gedaan. En dan zie je 4 elektronen daar rechts, 4 elektronen daar links. Die kan ik zo mooi gaan wegstrepen. En de rest kan ik gewoon bij elkaar optellen. Ik hoef hier niet nog links en rechts H plus of zo weg te strepen. Dat valt wel mee. De vraag is ook maar 1 punt waard. En het antwoord dat het ene punt oplevert staat hier in het blauw. We zijn er bijna. Vraag 32. Ik denk ook geen hele moeilijke vraag. Want er is een halfreactie gegeven bij elektrode A. En je moet dan gaan uitleggen, wordt de pH hoger of lager? Nou, wat zien we daar staan? H+. We moeten uitleggen, dus dat noteer ik ook even. Bij elektrode A ontstaan er H+ ionen. Of gewoon H+, mag je ook zeggen. Wat is het gevolg van H+ ionen? De pH gaat naar beneden, oftewel de pH wordt lager. 33. Dat is een beetje misschien een instinkertje. Want er staan de halfreacties, dezelfde als net, bij het opladen van een batterij. En dan zeggen ze dat de onderzoeker zegt dat de batterij als het ware zuurstof in- en uitademt. We zien hier zuurstof staan. Maar ze vragen dat, wat er gebeurt, dus dat zuurstof in- of uitademen, bij het leveren van energie, het stroomleveren. En dat is het omgekeerde van het opladen. Nou, bij opladen ademt hij dus zuurstof uit. Bij energie leveren vindt het omgekeerde plaats. De halfreacties keren om, maar iets van de omkering moet in je antwoord staan. En de conclusie dat de batterij dan zuurstof inademt. Bij energie leveren, want dat is hier gevraagd. Dan is de laatste vraag daar. Niet zo moeilijk hoop ik voor jullie. Dit is een stukje polymeer. We moeten het monomeer tekenen. Er zit één ongebruikelijk stapje in. Er staat hier CN. De bindingsstrepen tussen de C en de N zijn niet aangegeven. En dat moeten we wel gaan doen in het antwoord. Eerst maar even het monomeer zoeken. Het is een additiepolymeer, alleen maar C'tjes in de hoofdketen. Dus ik verdeel hem in groepjes van 2 C-atomen. En hier moet dan een dubbele binding tussen. Oftewel, dit is eigenlijk wat we krijgen, behalve dan die CN-groep. Die moet er dan nog eventjes bij. Nou, de laatste stap is nog die bindingstreepjes tekenen. Het zijn er 3.
En want, hoe weet ik dat nou? C heeft covalentie 4 en N heeft covalentie 3. Dus er is hier een drievoudige binding nodig om de structuurformule helemaal te laten kloppen. En dit is dus het antwoord op de allerlaatste vraag van dit examen. Dan als laatste, klopt het met de verwachting? Nou, best aardig als je het een beetje uitsplitst. Het is natuurlijk altijd een beetje afronden van reken je een vraag nou wel of niet bij iets dat uit twee onderdelen bestaat. Er is één ding wat heel erg opvalt in dit en dat is dat de reactievergelijkingen echt veel meer gevraagd werden dan andere jaren. Ietsjes minder lastig rekenwerk, nou dat is een vet voordeel denk ik. Redelijk wat bindingen, maar eigenlijk kwamen de meeste dingen wel terug. Iets wat misschien een beetje gemist werd, dat waren de eiwitten. Dat komt best vaak terug, dat zat er niet in. De vetten ook niet, wel één vraagje over koolhydraten aan het begin met de hydrolyse. Maar goed, ze kunnen natuurlijk niet alles vragen. Ik denk dat het scheikundig gezien een prima examen was, redelijk qua verdeling. De vragen waren ook wel, denk ik, goed aansluitend op lesstof. Het was best wel een talig examen. En sommige contexten waren best wel lastig, vooral die plastic wordt olie. Dus ik kan me wel voorstellen dat de lange lappen tekst en de grafiekjes je wel een beetje verward hebben. Dus nou, al met al denk ik een redelijk oké examen. Iedereen wil weten wat voor een eindtime ik heb gekregen. Ik heb geen idee. Ik heb namelijk mijn tijd gestoken in het filmpje maken. Ik heb nog geen leerlingwerk gezien. Ik zal gokken 1, maar ik kan daar later, als ik wat meer werk gezien heb, wat meer over zeggen. Want misschien denk ik wel bij een vraag dat die makkelijk is, maar door de vraagstelling vind ik nu een stuk lastiger. Dat kan je wel eens verkeerd inschatten. Dan zou ik zeggen, iedereen die dit jaar examen heeft gedaan, bedankt voor al het kijken. Ik hoop dat je abonnee blijft. Dat stimuleert mij weer om de filmpjes te blijven maken voor anderen. Iedereen die nog examen gaat doen in de toekomst, superveel succes. Heb je hulp nodig, je weet me wel te vinden. Tot ziens. En succes met de rest van je examens.